controle gaan hebben. Horeca vrije controle? Kaartcontrole. Nou niet zo boos tegen, dat is ook goed. Kaartcontrole, vrije toegang, garderobe en de bar. Oké, hoe lang werk je al hier? 4 jaar. Oh, wat leuk. En waarom hebben ze zo weinig kaartjes dan verkocht? Wat heb jij gedaan, Aline? Heb je hem voor jezelf gehouden? Ja. Nee. En hebben we een vriend? Nee. Oh, hoe kan dat nou? Ja, dat weet ik niet. Heb je al een vriend gehad? Ja. Oké, het is uitgegaan. Ja. Door jou? Ja. Waarom? Had je enorm leuk contact met een artiest achter de schermen hier? Nee. Denk je steeds zo, die Mark Marie Huibers is leuk. Nee, dat was niet. En hoe lang is het uit? Bijna 2 jaar. Oh! Ja. Heb je al wel iets wat andere leuke dingen ontmoet? Nee, niet echt. Nee? Oké. Okay. En zing je ook in je vrije tijd, Aline? Ja. En waar zing je dan? Ik ben vooral thuis en ik zing in een kofferbandje. Een kofferbandje? Ja. Samsonite. Nee, nee. Billboard. Ja. En wat is achternaam, Aline? Rijtsma. Van de commentator Theo Rijtsma. Ken je het hier? Nee. Het is een heel bekend artiest, er is heel veel op in de harmonie. Ja, ja, ja. Oké, okay, nou, hier is de microfoon. We hebben de tekst, dus geen paniek. En nou, ontzettend. En wat zien we? Niet wel. Ik weet dat je naar huis wil. Maar laat het niet blijken. Wat zien we met die coverband? Veel van alles eigenlijk. Ja, want wat is het lievelingsnummer waar je heel erg op verheugd? Bij de band? Ja. Doen we nu Hello van Adele. Oh, wat goed. Ja. Hallo! Heb je gewoon de Grammy Awards? Soms redelijk vals. Nee, ik heb het niet gehoord. Was een snaar losgeraakt, was een microfoon los, dan kwam de snaar terecht. Ja. Van de gitarist en toen ging ze heel erg vals zingen. Oh, nee. Maar ik vind het toch nog steeds mooi hoor. Maar niet alles wat ze doen is gewoon goud. We gaan beginnen, dames en heren, Aline Rijtsma. Oh,
zo zonder jou ben ik alleen. Zo zonder jou.